Eerst chocolade maken. Heel simpel, zonder tempereren, maar alleen even in de oven doen. Ik zie het vaak online, maar vraag me altijd af, zal deze chocolade dan wel weer lekker hard worden? Ik ga testen. En daarvoor gebruik ik gewoon goedkope chocoladerepen. En ik zie heel vaak dat ze deze hele repen dan gewoon zo op een bakplaat leggen. Maar dat doe ik niet. Om een nog mooier patroon te krijgen, snij ik de repen eerst door vieren. Het maakt niet uit als het een beetje afbrokkelt. Als je alles maar bij elkaar houdt, zodat je allemaal kwart repen hebt. Deze leg je dan zo mooi op een bakplaat met bakpapier. Door ze dus eerst in kwart te snijden, krijg je veel meer kleurvariatie. Dan zet ik dit in de oven voor 7 minuten op 80 graden. Dat was de laagste stand van mijn oven. Chocola moet dus niet te warm worden, maar echt net gesmolten zijn. Dus hou het goed in de gaten, want elke oven is anders. Prik er anders even af en toe in om te kijken of het al gesmolten is. En haal het er direct uit zodra het gesmolten is. Dan ga ik er een mooi patroontje in maken. Daarvoor gebruik ik de achterkant van een vorkje. Dan ga ik heen en weer door de hele chocolade. En dan ga ik andersom ook heen en weer door de hele chocolade. Beide kanten op één keer doen. En dan ziet het er prachtig uit. Dan kun je decoreren met dat wat jij lekker en mooi vindt. Ik gebruik sprinkels, rood en groene chocoladecrisps, mini merenges. En hazelnoten vind ik heel erg lekker met chocolade. Dus die moeten erop. En nog meer sprinkels: terretjes en rondjes, goud en rood. En dan is die klaar. En dan ga ik hem hard laten worden. Kijken of het ook echt hard wordt. Ik heb het gewoon op kamertemperatuur hard laten worden. Dat duurde wel een tijd. Ik ben tussendoor even weg geweest, dus ik weet niet precies hoe lang. Ik denk minstens een uur of drie of vier. Breekt wel mooi. Het is wel een beetje doffer. Het is niet echt zo glanzend als getempereerde chocola. Het smaakt een beetje zacht, maar dat is eigenlijk wel heel erg lekker. Vooral de witte chocola is een beetje zacht. Niet zacht dat het in je handen wegsmelt, maar gewoon een iets zachter mondgevoel. En de pure chocola daarentegen is juist wel heel erg hard. Dus het is per chocoladesoort verschillend. Maar het breekt goed, het ziet er mooi uit. Het is heel erg lekker. Het wordt niet vies en smoestig als je het in een zakje doet. Dat heb je soms als chocola niet goed getempereerd is. Maar het smelt niet weg als ik het vast heb in mijn handen. Dus ik vind het echt top en het ziet er zo mooi uit en het is zo lekker. Ik zou het zeker aanraden om te maken. Let op, het resultaat kan natuurlijk verschillend zijn als je chocola veel warmer geworden is dan die van mij. Dus let goed op dat je chocola niet te warm wordt. En ga dit vooral proberen. Deel je resultaat met mij. Laat me weten of je het gemaakt hebt en hoe het geworden is. Ik ben heel erg benieuwd.